Dit is hem dan, de Kobutan. Het vechtstokje stamt uit de tijd van de ninja's, die zelfs zonder wapens onoverwinnelijk werden met een paar eenvoudige eetstokjes. Volgens Hans Spaan uit Helmond is het wel belangrijk er een cursus bij te nemen. Maar daarna voel je je... Nou, ik denk dat het heel handig is, want hoe vaak loop je niet naar... Het voordeel is dat de Kobutan ook DNA afschraapt, zodat de dader later eventueel kan worden opgespoord. Maar is de Kobutan wel een wapen dat je bij je mag dragen? Om de Kobutan nog aan een laatste test te onderwerpen, neemt onze Hart van Nederland ninja de proef op de som. De vraag is of een vrouw zich ook zo kan verweren, maar de verslaggever kwam in elk geval niet ongeschoren.